Hallo kijkers van Shine's Prize, welkom bij iets gloednieuws. We gaan dit jaar, omdat het WK is, gaan wij de Panini voetbalplaatjes gaan we sparen. En ik weet niet of jullie dat vroeger hebben gedaan, ik wel. Ik heb van meerdere jaren heb ik het gedaan. Alleen ik ben na 2014 volgens mij, of even, ja, na 2014 ben ik gestopt daarmee. Maar ze doen het nog steeds. En ik dacht van, weet je wat, dit jaar ga ik het weer doen en ik pak meteen groots uit. Ik heb natuurlijk, wat erbij hoort, het grote boek heb ik gekocht, waar ze ingeplakt moeten worden. Dat ga ik niet live doen, want dat kost gewoon heel veel tijd. Dus dat doe ik gewoon offscreen. Maar wat ik onscreen doe, is alle boosters ga ik uitpakken. En niet alleen degene die meegeleverd zijn, maar ook een hele boosterbox waar maar liefst 50 pakjes in zitten. Alles wat ik uiteindelijk dubbel heb, ga ik proberen te ruilen online en kijken of ik het hele boek vol kan krijgen. En ik wil daar ook video's van gaan maken, zodat iedereen een beetje op de hoogte blijft hoe het gaat met het vullen van de box, van het boek. Dus dan weten jullie dat. Laten we beginnen met het grote boek uitpakken. Ik doe dit trouwens live, dus als ik tegen mensen praat, dat zijn de mensen live in de chat. Oh, zo. Wat is dit? Dit is die gameboard. Wat is dat? Oh, dat is nice. Er zit een speelschema bij. Of niet? Oh nee, dit is geen speelschema. What the fuck is dit? Oh, je kan er blijkbaar ook een spel mee spelen. Lol. Oké, top. Er zit nog iets meer bij, zo te zien. Oké, het is wel... Het zit goed gevuld, laat ik het zo zeggen. We hebben natuurlijk hier het boek waar alles ingeplakt kan worden van elk land. Oh, what the fuck? Oké, er zit meer bij dan dat ik dacht dat het erbij zou zitten. Dit is namelijk... iets anders. even kijken, wat is dit? Ah, oké, ja, got it. Het zijn geen stickers, maar het zijn echt harde kaarten, zeg maar. Zo. Oef, dat is wel fucked up. Er zitten limited edition kaarten bij van Kaziri. Oh, dat zal ik laten zien. Van Kaziri zit erbij. En... van Bellingham zit erbij. En er zit een aantal, even kijken. 4 pakjes zitten er gratis bij. Hoe heet het? Dan heb ik hier natuurlijk nog een hele doos met meer pakjes. Dus daar gaan we mee beginnen. Nee, dat zijn geen pools, dat zijn kaarten die je er zo bij krijgt, Sander. Het ziet er wel ziek uit, inderdaad. Oké. De pakjes zijn gewoon makkelijk te openen, want de pakjes die zijn namelijk niet van plastic, maar van papier. Er zal geen kaarttruc zijn. Er is wel wat anders, what the fuck? Er zitten hier zelfs codes bij, lol. We beginnen met... Al-Farai van Saoedi-Arabië. We hebben... Fans favorite, dat zal vast goed zijn. Hutchinson van Canada. We hebben de Team Crest van Tunesië. Oeh, dat is niet handig. Oké. We hebben Lapadula van Peru. We hebben Hero van Iran. We hebben Jetlin van Amerika. We hebben Cueva van Peru. En we hebben Borjan van Canada. Oh, dat was hem. Er zitten best wel veel kaartjes in. Ik dacht dat er maar 5 kaartjes in zouden zitten. Maar het zijn er gewoon 8. Dat is best wel netjes. Die limited editions zijn dus waarschijnlijk wel moeilijk om te poelen uit zo'n pakketje. Zo. We beginnen met... Wow, wacht. Ja, holy shit. Dit is Robert Lewandowski. Nou, dat is een van de beste aanvallers van de wereld. We hebben Vida van Kroatië.
We hebben gewoon Schotland in het algemeen. Blijkbaar heb je ook een algemene kaart. Dat was Schotland in het algemeen. We hebben Hakimi van Marokko. We hebben Moutinho van Portugal. We hebben... wie is dit? Mouni Gamalu van Cameroen. En we hebben Gualardo van Mexico. Sander, ik snap er ook nog niet zo heel veel van. Het is in ieder geval de bedoeling dat je gewoon de hele map vol krijgt. Dat is eigenlijk het idee. Dit ziet eruit als een goede kaart. Namelijk Game Changer Pasalic van Kroatië. We hebben Koulibaly, goede speler van Senegal. We hebben de Team Crest van Engeland. We hebben Ederson van Brazilië, goede keeper. We hebben Freuler van Zwitserland. We hebben Dusan Tadic, de Ajaxiet van Servië. We hebben Salman van Qatar. En we hebben als laatste Khalizadeh van Iran. Nee. Dit zijn echt gewoon real life packs, zeg maar. Nee, het heeft niks met FIFA te maken. Dit is gewoon van de World Cup. Alle landen die meedoen en daar spelers van. We hebben tot nu toe nog geen Nederlander gepoeld. We hebben hier Martinez. We hebben Elvedi van Zwitserland. We hebben hier Kanté, hele goede speler van Frankrijk. We hebben Kouyaté van Senegal. We hebben Oekraïne, maar die heeft zich helemaal niet geplaatst. Heel bijzonder. Matvienko van Oekraïne. We hebben Talbi van Tunesië. En we hebben Neymar Junior. We hebben Neymar. Lol. Dit zal vast een gewilde kaart zijn. En we hebben Al Buraikan van Saudi-Arabië. Ja, dat kan niet, want ze hebben begrijpelijk Rusland geband van het WK. Oké, we gaan de grote box openen. Holy shit, dat zijn veel kaartjes. In zo'n box zitten 50 packs. Zo, we hebben hier Amarté van Ghana. We hebben Pickford van Engeland. We hebben Robertson van Schotland, goede speler. We hebben Godin van Uruguay. We hebben Toko Ekambi van Cameroon. We hebben een Invincible kaart. Ken ik niet, maar ziet er episch uit. Invincible met Mandy, Son, Marquinhos en Pogba. We hebben Ayu van Ghana. En we hebben de Crest van Korea. Dat is waar al die K-pop mensen vandaan komen. Ik moet dit even wegdoen, want anders zie ik geen hol van wat Sander zegt. Ja, maar Sander, geld. Nee, andere Korea, Sander. Andere Korea. We hebben Muslera van Uruguay. We hebben Hutchinson van Canada alweer. Die hadden we al eerder. We hebben Lionel Messi, de beste speler ter wereld van Argentinië. We hebben Al Amri van Saudi-Arabië. We hebben Hakimi van Marokko. Die hadden we ook al eerder. We hebben Zakaria van Zwitserland. We hebben Milik
van Polen. We hebben Thomas Mounier van België. We hebben nog steeds geen Nederlander. Heel sad. Want we zijn natuurlijk nationalistisch. We willen Nederlanders. Klopt, Sander. We hebben Amerikaan Aronson. We hebben Kovacic van Kroatië. We hebben Skov Olsen van Denemarken. We hebben Gonda van Japan. We hebben Dykes van Schotland. We hebben Game Changer Xhaka van Zwitserland. We hebben weer de Koreaanse Team Crest. En we hebben Romero van Argentinië. Ja, die Moulier, ja, dat klonk wel een beetje Duits. Ik snap wel wat je bedoelt. Mayra, bedoelde je dat het land of de K-pop erin zat? Ja, dat denk ik ook. De BTS. En andere. We hebben hier Llorente van Spanje. We hebben hier Kim van Korea. We hebben hier Hatem van Qatar. We hebben Duarte van Costa Rica. We hebben Koundé van Frankrijk. André Silva van Portugal. We hebben Rookie Gavi van Spanje. We hebben weer de Team Crest van Engeland. En we hebben Australië. Gewoon de team, zeg maar. En Iran. Ja, Nederland is zeer underrepresented. Maar we hebben nog heel veel packs om te gaan. Dus. Ik dacht dus eerst dat het stickers waren zoals vroeger. Maar het zijn geen stickers meer. Het zijn echt fysieke kaarten. Net als Pokémon kaarten. We hebben de eerste Nederlander. En ook niet zomaar. We hebben namelijk Hero. Virgil van Dijk. We hebben Smigel. We hebben Kasef van de Emiraten. We hebben Mendy van Senegal. We hebben Borges van Costa Rica. We hebben Vinicius van Brazilië. We hebben Sommer van Zwitserland. En we hebben Depaul van Argentinië. We hebben gewoon een Nederlander gepoeld, Sander. Ik ben ook trots. We hebben... Oh, andere Martinez dan dat ik dacht. We hebben Martinez van Argentinië. We hebben Fred van Brazilië. We hebben Kunani van Iran. We hebben Al-Sheib van Qatar. We hebben Brekalo van Kroatië. We hebben Vinicius van Brazilië. We hebben de Poolse Crest. En we hebben Son van Korea. Son, goede speler. Iedereen wil die Nederlanders. Wij in ieder geval wel. Wij willen wel die Nederlanders. We hebben Milenkovic. We hebben Kevin De Bruyne, beste speler van België. We hebben eentje die... op zijn kop. We hebben Gareth Bale van Wales. We hebben Jetlin van Amerika. We hebben Braithwaite van Denemarken. We hebben de Tunesische Team Crest, alweer volgens mij. Gleek van Polen. Christian Eriksen van Denemarken. En Laporte van Spanje. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Even kijken, dat is alleen voor Pokémon door de populariteit, maar wel zonde. Want er zijn andere packs die je kunt openen, zoals Yu-Gi-Oh! En Magic the Gathering. Inderdaad. We hebben hier Castelletto van Cameroon. We hebben Pickford van Engeland. We hebben Robertson van Schotland. Die hadden we allebei al. Godin van Uruguay. Volgens mij hebben we die ook al.
We hebben hier Havertz, Kai Havertz van Duitsland. We hebben Ochoa van Mexico. We hebben voor de derde keer de Engelse teamcrest. En Cristiano Romero, die hadden we ook al. Oeh, we beginnen al veel dubbelen te krijgen inmiddels. Terwijl er toch 800 verschillende kaarten zouden moeten zijn. En die hebben we nog lang niet bereikt, die 800. Ik zie wel dat we een dubbele hebben die we graag dubbel hebben. Namelijk Lionel Messi. Ik zal die code even weghalen. Lionel Messi. Gabriel Jesus. We hebben Chesney van Polen. We hebben McTominay van Schotland. We hebben Martinez van Argentinië. We hebben Pasalic van Kroatië. We hebben de Franse teamcrest. Dries Mertens van België. En Leroy Sané van Duitsland. Ja, maar er zijn ook veel teamcrests. Alleen we hebben al 3 keer de teamcrest van Engeland. En we hebben al 2 keer de teamcrest van Korea. En we hebben al 2 keer de teamcrest van Tunesië. Dus we hebben wel veel teamcrests, maar heel vaak van hetzelfde land. We hebben Golizade van Iran. We hebben Kim van Korea. We hebben Chaka van Zwitserland. We hebben Frankie de Jong van Nederland. We hebben Saka van Engeland. We hebben Maul van Tunesië. We hebben de Spaanse Crest. En we hebben Way van Amerika. We hebben Al Gananam. Van Saudi-Arabië. We hebben Buchan van Oekraïne. We hebben Abdzadeh van Iran. We hebben Estipuña. Jezus, wat een moeilijke namen. Van Ecuador. We hebben Gotun van Peru. We hebben Hassan van Qatar. Pogba van Frankrijk. En Coman van Frankrijk. Sander, er zitten 50 pakjes in één box en we zijn nog niet eens op de helft. Oh, en we hebben onze derde Messi. Kaboom! Dat wordt een fijne ruilpositie. Messi. Gabriel Jesus van Brazilië. Yamane van Japan, Hassef van de Emiraten, Mendy van Senegal, we hebben Alisson van Brazilië, we hebben Al-Malki van Saudi-Arabië en we hebben Suarez van Uruguay. We hebben Al-Amri van Saudi-Arabië. We hebben Hakimi van Marokko. We hebben Yaziri van Tunesië. We hebben Johnston van Canada. We hebben Adams van Schotland. We hebben Busquets van Spanje. We hebben de Uruguayaanse teamcrest. En we hebben Harry Maguire van Engeland. We hebben
Arison van Amerika. We hebben Kovacic van Kroatië. We hebben Borges van Costa Rica. We hebben Goretzka van Engeland. We hebben Valverde van Uruguay. We hebben Richarlison van Brazilië. We hebben de Zwitserse teamcrest. En we hebben Frenkie de Jong. Maar een andere Frenkie de Jong als die we net hadden. We hebben João Félix van Portugal. We hebben Walker van Engeland. We hebben Bednarek van Polen. Acuña van Argentinië. Al-Shaarawy van die ene. Saudi-Arabië. We hebben de teamcrest van Mexico. En we hebben Aboubakar van Cameroen. En we hebben David van Canada. Oh, Canada. Interessant. We hebben Ryan Gravenberg. Die zit volgens mij nu op dit moment niet meer bij het Nederlands elftal. We hebben Shaqiri van Zwitserland. We hebben Elvedi van Zwitserland. We hebben Llorente van Spanje. We hebben Kim van Korea. We hebben Rodriguez van Mexico. We hebben Zakaria van Zwitserland. En we hebben Milik van Polen. Ik dacht alweer dat ik weer zo'n opmerking zou krijgen van Paddy. We hebben David van Canada, we hebben Gallardo van Mexico, we hebben Gareth Bale van Wales, we hebben Jetlin van Amerika, Taric van Servië, we hebben Lee van Korea, we hebben Baba van Ghana en we hebben Al de Wereld van België. We hebben Ward van Wales. Martinez van Argentinië. We hebben Mounier van België. We hebben Skov Olsen van Denemarken. Gonda van Japan. We hebben weer zo'n Invincible kaart. Laren van Canada. En Dani Olmo van Spanje. Dit is de eerste keer, Paddy. We hebben Fred van Brazilië. Owais van Saudi-Arabië. We hebben Brathwaite van Denemarken. Cueva van Peru. Rodri van Spanje. Kiss van Senegal, de Denemarken teamcrest en Gnabry van Duitsland. We hebben Senegal van Mandy van Senegal, we hebben de Japanse teamcrest, we hebben Ruben Dias van Portugal, we hebben Aguert van Marokko, Robinson van Amerika, Dykes van Schotland, Hatem van Qatar en Duarte van Costa Rica. We hebben Kaleta Kar van Kroatië, Diogo Jota van Portugal, we hebben Borjan van Canada, McTominay van Schotland,
Szczęsny van Polen, Pepe van Portugal, Sterling van Engeland en Mason Mount van Engeland. We hebben Guardado van Mexico. We hebben Jaanbaks van Iran. We hebben nog een keer Jaanbaks, maar dan een andere. Kijk, twee verschillende Jaanbaksen van Iran. Torres van Spanje. Lewandowski van Polen. Koundé van Frankrijk. Gimenez van Uruguay. En Montes van Mexico. We hebben Jordi Alba van Spanje, als hij hem scherp stelt. We hebben de Amerikaanse teamcrest. We hebben Varane van Frankrijk. We hebben Stones van Engeland. Azpilicueta van Spanje. Martinez van Argentinië. Pickford van Engeland. En Robertson van Schotland. We hebben Yarmolenko van Oekraïne. We hebben Ederson van Brazilië. Godin van Uruguay. Buchanan van Canada. Mohamed van de Emiraten. We hebben de Marokko teamcrest. We hebben Fai van Cameroen. En Neymar van Brazilië. We hebben Lo Celso van Argentinië. We hebben de Canada teamcrest. We hebben Godin van Uruguay. We hebben Minamino. Klopt dat? Ja, Minamino van Japan. We hebben Boundou van Marokko. We hebben Poulsen van Denemarken. We hebben Nurolai van Iran. En we hebben Wang van Korea. Kijk eens, dat was de eerste helft. Door naar de volgende helft. Hey Stijn. We hebben Fred. We hebben Al-Owais. We hebben Gimenez van Uruguay. We hebben Montes van Mexico. Rodriguez van Zwitserland. We hebben Ginter van Duitsland. We hebben Neuer van Duitsland. We hebben Ochoa van Mexico. We hebben Kjær van Denemarken. We hebben Wijnaldum van Nederland. En we hebben Coman van Frankrijk. Oké. We hebben Kaleta Kar van Kroatië, Jota van Portugal, Moder van Polen, Denayer van België, Poulsen van Denemarken, Preciado van Ecuador, we hebben Bruno Fernandes van Portugal, we hebben de Kroatische teamcrest. We hebben de Senegalese teamcrest. En we hebben Cavani van Uruguay. En Harry Maguire van Engeland. We hebben Simon van Spanje. We hebben Australië in het algemeen. We hebben David van Canada. We hebben
Jiku van Ghana. We hebben Ramadan van de Emiraten. We hebben Nurolai van Iran. We hebben Huang van Korea. We hebben Salman van Qatar. We hebben Trauco van Peru. En we hebben nog een Nuang van Korea. We hebben Jarmolenko van Oekraïne. We hebben Ederson van Brazilië. We hebben Davy Klaassen van Nederland. We hebben Muminga Maleu van Cameroen. We hebben Al-Dawassari van de Saoedi-Arabië. Lekker pakjes openen, inderdaad. We hebben Baba van Ghana. We hebben Lee van Korea. En we hebben Elvedi van Zwitserland. We hebben hier Minamino van Japan. We hebben Bounou van Marokko. We hebben Ifine van Australië. We hebben Kimpembe van Frankrijk. We hebben Silmane van Tunesië. We hebben Kudus van Ghana. We hebben Pogba van Frankrijk. En we hebben Toby Alderweireld van België. We hebben Mzakni van Tunesië. We hebben de Servische Teamcrest. We hebben Farana van Frankrijk. We hebben Gordon van Schotland. We hebben Jaremchuk van Oekraïne. We hebben Stefan de Vrij van Nederland. We hebben Khalizadeh van Iran. We hebben Diallo van Senegal. En we hebben Kramaric van Kroatië. Kijk, de eerste. De eerste, Cristiano Ronaldo van Portugal. Mané van Senegal. Busquets van Spanje. Lozano van Mexico. We hebben Jaremchuk van Oekraïne. Harry Kane van Engeland. Ryan van Australië. Chaka van Zwitserland. En Kim van Korea. En nog een Frenkie de Jong van Nederland. Sander is er weer in. Sander, hoe is het met die gestrande personen afgelopen? We hebben Ghana. We hebben Di Maria van Argentinië. We hebben Neymar van Brazilië. We hebben Torreira van Uruguay. Morita van Japan. Choupo-Moting van Cameroen. We hebben Tanaka van Japan. Vaudin van Engeland. Ja, NS is pittig naar, dat klopt. We hebben Reus, als hij het ook doet. Ja, Reus van Duitsland. We hebben Mitoma van Japan. We hebben Marquinhos van Brazilië. We hebben David van Canada. Lewandowski van Polen. Was van Denemarken. Ampadu van Wales. En Sar van Senegal. Niet te veranderen. Verwarren met Amin Sar, die bij Heerenveen speelt als een ander. We hebben Griezmann van Frankrijk. We hebben de Mexicaanse Crest. We hebben
Wow, yo, dit is een moeilijke naam. Milinkovic Savic van Servië. We hebben Plata van Ecuador. We hebben Sar van Senegal. We hebben Brown van Tunesië. Oh, Bron, niet Brown. We hebben McGinn van Schotland. We hebben Ayu van Ghana. We hebben Pavlovic van Servië. We hebben Justin Bijlo, de Nederlander. Een hele rare kaart, want dit is de 4000ste keeper van Nederland. Wat is een crest? Is dat volkslied? Nee, een crest is gewoon het logo van het land. Hier, dit is even een voorbeeld. De Nederlandse crest. Schotland. Benzema. We hebben Süle van Duitsland. We hebben Lapadula van Peru. We hebben Ruiz van Costa Rica. We hebben Sulemana van Ghana. We hebben Hazard van België. Voetbal Ultra noemen. Maar dit heeft toch niks met... Ja, dit is toch gewoon... Je ziet toch gewoon een plaatje dat het een logo is. Logo, wing. We hebben niemand minder dan Sinchenko van Oekraïne. Die spelen allebei niet meer, Sander. Die zijn al lang gestopt. Nandes van Uruguay. Die kunnen jullie ook zien als hij scherp stelt. Ja. Kanani van Iran. We hebben Al-Sheep van Sheep. Het is een schaap van Qatar. Brekalo van Kroatië. We hebben Diego Costa van Portugal. We hebben Baba van Ghana. En we hebben Cookie van Qatar. We hebben Courtois van België. We hebben Lee van Korea. We hebben Cristiano Ronaldo van Portugal. We hebben Endo van Japan. We hebben Funes van Mexico. We hebben Rice van Engeland. We hebben Al Buraikan van Saudi-Arabië. We hebben Rodon van Wales. En we hebben Gwet van Cameroon. Omdat die andersom in het pakje zitten. We hebben een andere versie van Messi. Kaboom. We hebben Araujo van Mexico. We hebben Lozano van Mexico. We hebben Djiku van Ghana. We hebben Ramdan van de Emiraten. We hebben Rodriguez van Zwitserland. We hebben Moder van Polen. En we hebben De Naier van België. De Naier, die vind jij ook leuk, of niet? Oh, Krabby, ik snap hem. Cookie, cookie. Oh, klaf, ja. Nou, zou die ook cookie zeggen? Dat zou zomaar kunnen. We hebben Pepe van Amerika. We hebben de Deense Team Crest. We hebben Rudiger van Duitsland. We hebben Zielinski van Polen. We hebben Estrada van Ecuador. We hebben Morata van Spanje. We hebben Tapia van Peru. Party van Ghana. Nou, ik vond hem wel bekend voorkomen. Ik wist niet meer waar vandaan. Maar nu je het zegt, nu begint er wel een lampje te branden, Sander. We hebben Pulisic van Amerika. Oh, andersom.
We hebben Vida van Kroatië. We hebben de Nederlandse Team Crest. Ja, deze zit lekker in elkaar. Dit is Benzema van Frankrijk. Dit is Plata van Ecuador. Ginter van Duitsland. Vinicius Junior van Brazilië. En Taremi van Iran. We hebben Simon van Spanje. We hebben Amarty van Ghana. We hebben Silmane van Tunesië. Son van Korea. Tadic van Servië. Oh, dit is een code ding. We hebben Martinez van Argentinië. We hebben Kante van Frankrijk. En we hebben Cookie van Qatar. We hebben Freuler van Zwitserland. We hebben Osorio van Canada. We hebben Shibasaki van Japan. We hebben Marquinhos van Brazilië. We hebben Brozovic van Kroatië. We hebben Malul van Tunesië. We hebben de Team Crest van Spanje. En we hebben Way van Amerika. We hebben Vinicius Junior van Brazilië. We hebben Boudiaf van Qatar. We hebben Ronaldo van Portugal. We hebben Torreira van Uruguay. Morita van Japan. We hebben Dumfries van Nederland. We hebben González van Argentinië. Oh. En we hebben Hutchberg van Denemarken. Code. Oh, bij deze heb ik de code er blijkbaar al uitgehaald. We hebben Martinez. Oh, hier is de code. We hebben Thomas Müller van Duitsland. We hebben, als je hem scherp stelt, Boudiaf van Qatar. We hebben Valencia van Ecuador. We hebben Simon van Spanje. We hebben Gadeu van Cameroen. We hebben Kalides van Ecuador. We hebben Yamane van Japan. En dan gaan we door naar het volgende pakketje. Oh, ga ik straks even naar kijken, Sander. We hebben João Moutinho van Portugal. We hebben Luke Shaw van Engeland. We hebben Salman van Qatar. We hebben Irvine van Australië. We hebben Kimpembe van Frankrijk. We hebben Vlahovic van Servië. We hebben Costa Rica. We hebben die hele moeilijke lange naam van Servië weer. Dan hebben we Gordon van Schotland. We hebben Yaremchuk van Oekraïne. Perciado van Uruguay. We hebben Trauco van Peru. We hebben Wang van Korea. Oh. We hebben de Spaanse Crest. We hebben Al-Mulwalad van Saudi-Arabië. En als laatste hebben we Kovacic van Kroatië. Hoeveel ik nog heb? Dit is het laatste pakje. Het allerlaatste pakje.
We hebben Turner van Amerika. We hebben Livakovic van Kroatië. Andres Silva van Portugal. Paredes van Argentinië. Rustic van Australië. We hebben Schotland. Royce van Duitsland. En we hebben Marquinhos van Brazilië. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze pack opening. Mochten jullie dit op YouTube zien, ik kom waarschijnlijk nog een keer terug met een update als ik wat kaarten geruild heb. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.